Welkom iedereen. We gaan het vandaag hebben over Inventor versus Fusion, Fusion 360. Mijn naam is Wim Meijer en ik werk bij Cadix als mechanical consultant. Ik geef daarbij lessen, trainingen in Inventor, in Fusion. En we adviseren bedrijven bij het kiezen van het soort CAD-software wat ze kunnen gebruiken. Inventor en Fusion, kijk, het is een zoektocht waar ik eigenlijk al een paar jaar mee bezig ben. Ik heb natuurlijk de beschikking over beide softwarepakketten. Ik kan werken met Inventor, ik kan werken met Fusion. En ja, wat zijn nou de verschillen? En wanneer gebruik je nou welk gereedschap? Daar komt het in wezen op neer. En ik weet dat die vraag niet zo makkelijk te beantwoorden is, maar ik ga jullie het komende half uurtje meenemen in mijn zoektocht en mijn ervaringen en mijn bevindingen. En ik hoop een beetje duidelijkheid te kunnen verschaffen in de keuze die je kunt maken tussen de beide softwarepakketten. Eerst ga ik even wat vertellen over het programma wat we gebruiken. We gebruiken dus Zoom, hè. Dat is een geweldig systeem natuurlijk. Iedereen gebruikt tegenwoordig Zoom. En het werkt dus als volgt. Wat misschien belangrijk is, en ik zie dat jullie dat allemaal hebben. Je hebt jezelf gemute. En dat is met deze grote club wel verstandig. Want anders is het een beetje vervelend als iedereen door elkaar praat. Ik zie alleen dat Henk Bult nog niet gemute is. Dus die kan ik ook even muten. Hè? Dan het enige wat je doet is, je zet even een streepje als het ware door die microfoon. Dan wil je wel wat zeggen, en dat is natuurlijk heel wenselijk dat je wel wat zegt tegen mij als je vragen hebt. We kunnen dat op verschillende manieren doen, maar je kan ook door middel van praten. Dus je zet hem even aan de microfoon en je stelt je vraag. Hè? Maar als je niet praat, dan zet je hem even op mute. Dat is wel zo handig. Nou, wat we verder hebben. Nogmaals, het is een beetje uitleg over de instructies van Zoom, het programma. Kijk, in Noordin ken ik natuurlijk wel. In Noordin zie ik ook in mijn beeldscherm. Dus van harte welkom, jongen. Maar er zijn ook heel veel mensen, en dat vind ik prima, joh, die zeggen gewoon van ik zet die video uit. Of misschien heb je helemaal geen camera. Nou, dan kan ik je ook niet zien. Dat is dan jammer. Maar er komt nog iemand bij. Nou, kijk, je kunt de video aan en uitzetten, moet je zelf weten. Maar over het algemeen vind ik het wel prettig. Kijk, Patrick heeft hem ook aanstaan. Ik vind het wel fijn. Ik kan tenminste even zien wie er zijn en hoe je reageert. En als je vragen hebt. Patrick zit nou nog te knoeien met zijn microfoon. We moeten even wachten. Het komt allemaal goed. Hij weet wel hoe deze knopjes werken. Dus op zich is dat niet zo'n probleem. Nou, de volgende stap. Er zijn altijd mensen die weer te laat komen. Hè? 11 uur is 11 uur, maar het doet er ook niet toe. Prima. Kijk, wil je chatten? Dat kan natuurlijk door middel van praten, maar je kunt natuurlijk ook door middel van een chatfunctie gebruiken. Je kunt typen. Hè? Die vragen komen allemaal bij ons terecht en mijn collega zal ook meekijken. En we verwerken al jullie vragen wel. Hè? Want misschien is de club te groot dat iedereen straks door elkaar gaat praten. Dat kunnen we natuurlijk ook niet hebben, maar daar zijn natuurlijk andere mogelijkheden voor. Ja? Dus stapje verder eigenlijk. Nou, wie is dan Cadix? We zijn een CAD, hè? CAD zit in onze naam. We zijn een groot bedrijf gespecialiseerd op CAD software. We geven daarin al 25 jaar lang trainingen. We hebben ontzettend veel ervaring op dat gebied. We geven door het hele land trainingen. Alleen dat is nu in de coronatijd is dat natuurlijk anders geworden. We zitten gewoon op locatie. We doen het virtueel. En op zich gaat het hartstikke goed. Het valt me reuze mee. Je bent van het reizen af. Maar dat doen we ook net zo lief hoor. We hebben overal locaties. We zitten overal. We kunnen iedereen bereiken. Daarnaast bieden we oplossingen. Als je als bedrijf vragen hebt op het gebied van CAD-software of probleemstellingen, je kunt altijd bij ons terecht. Wij hebben een groot netwerk, we hebben veel specialisten in dienst, dus we kunnen jullie verder helpen. Daarnaast detacheren we ook mensen die we zelf opgeleid hebben bijvoorbeeld. Dus we zijn veelzijdig op het gebied van CAD. Nou, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is de volgende agenda.
Nou, de werkwijze van Inventor en Fusion in vogelvlucht. Het kan zijn dat je zegt, ja, maar ik heb Inventor kennis, ik wil weten hoe Fusion eruit ziet. Of misschien ken je Fusion en je wil weten hoe Inventor eruit ziet. Of misschien zeg je, ik ken beide pakketten niet, laat maar zien, wat stelt het voor? Nou, dat gaan we natuurlijk doen. Ik laat je in vogelvlucht het een en ander zien. En dan zijn er grote verschillen in het opbouw. Of je nou werkt met Fusion of je werkt met Inventor, dat zijn toch wel verschillen en dat wil ik duidelijk maken. Fusion is een jonge telg van Autodesk, vrij modern. Ik werk er al 6, 7 jaar mee, maar toch is het vrij nieuw. Het is allemaal cloud-based, het werkt allemaal in de cloud. En wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, hoe moet je ermee omgaan? Nou, komt allemaal aan bod. We hebben het nog over credits. De credits. Ik weet niet wie mij probeert te bellen, maar nou, dat kan al niet. Credits heb je nodig om bepaalde applicaties te kunnen starten binnen Fusion. Dus daar gaan we het ook over hebben. De samenvatting aan het eind van de rit wil ik samen met jullie een eindconclusie kunnen, een oordeel kunnen vellen van ja, welk gereedschap is nou het meest geschikt voor mij? Dus dat zijn de zaken die we gaan bespreken. Kijk, wil je wat kwijt? Dat heb ik net niet verteld, maar je kunt natuurlijk altijd een soort chatfunctie, een duimpje opsteken of je hand opsteken. Dan kan ik even zien wat is er aan de hand. Je kunt mij vragen stellen. Dus onderbreek me alsjeblieft als je denkt van, hé, maar waar gaat dit over? Leg het wat duidelijker uit. Wil ik hier heel graag behulpzaam zijn. Dus kom met vragen, ook gaandeweg. Maar gaandeweg, maar ook tussentijds als je wat hebt. Kijk even hoe het loopt. Chat even en dan kan ik reageren. Nou, we gaan beginnen. Kijk, het verschil tussen beide softwarepakketten. Ik heb een dataset gemaakt. Het is in dit geval een loopkat. En ik heb die loopkat zowel in Inventor gemaakt als in Fusion. En gekeken, ja, wat zijn de verschillen en waar loop ik allemaal tegenaan? En dat wil ik even met jullie doorlopen. Ik wil gewoon even kijken van, nou, wat zijn de verschillen? Nou, dat gaan we nu doen. Kijk, als je met Inventor werkt, ik heb hier ik wil mijn handen vrij hebben, dus ik laat even zien van die loopkat heb ik in Inventor gemaakt. Het is een soort top-down-achtige situatie, want dit is de samenstelling. Hè? Dus ik ga even vanuit de samenstelling terug naar mijn onderdelen. Ik heb natuurlijk een werktekening gemaakt waar alles op en aan zit. Alle onderdeeltjes heb ik uitgewerkt. Ja, ik heb het min of meer zelf bedacht. En het is altijd wel leuk om een beetje op Pinterest te kijken. Dan heb je ideetjes en denk je, ach ja, dat kan ik wel uitwerken. Maar ik heb dat op deze manier gedaan. En elk onderdeel is uitgewerkt. En als je wil kijken, hoe is een onderdeel gemaakt? Inventor is daar heel duidelijk in. Je hebt parts en die parts worden samengesteld tot een samenstelling. Wil je een wijziging doorvoeren? Nou, dat kan natuurlijk, hè? In je basisschets. En je ziet dat je model gewijzigd is. GNE-samenstelling. Nou heb ik dat oranje blok gewijzigd. En als ik hem update, ja, dan zie ik direct het resultaat. Mijn model is gewijzigd. Mijn tekening is gewijzigd. Alle diverse onderdelen zijn gewijzigd. Dus dat is de werkwijze van Inventor. Zo werkt het al jaren. Zeker 25 jaar. En dat is op zich een hele prettige manier van werken. Maar goed, we gaan straks ook zien dat er ook andere manieren zijn. Zie je, je past het onderdeel aan. Je kijkt naar je samenstelling. Je update hem. En je ziet, ja, hij is aangepast. Nou, als ik nou mijn tekening zou bekijken, dan zie ik daar ook verschillen. Tekeningen zijn allemaal aangepast. Geen probleem. Dus dit is eigenlijk de traditionele manier van werken. Alleen dat heeft ook zijn voor- en zijn nadelen. En dat ga ik met je bespreken. Kijk, ik heb hier heel simpel onderdelen gemaakt. Stuk voor stuk. Bouwsteentjes als het ware. Ik heb ze samengesteld. In de samenstelling kan ik zien, is het goed, is het niet goed? Wil ik het aanpassen? Ik kan van elk onderdeel een
tekening maken. Ik weet niet of een van jullie wel eens de beide programma's heeft gezien, maar dit is dus Inventor zoals Inventor eigenlijk werkte. Versie 2020. Ja, er willen wel eens kleine verschillen in zitten, maar dit is de manier zoals het eruit ziet. En als je kijkt bij Fusion, ik heb bij Fusion, ik heb het ding niet helemaal uitgewerkt, maar dit is mijn loopwiel in Fusion. En hoe ontstaat die nou? Hoe maak je die nou? Nou, die kan ik je wel eens laten zien. Kijk, ik heb hier het datapanel open laten staan. Dan kun je even zien van welke bestanden hebben in dit project, welke hebben er allemaal mee te maken. Voor de rest werk je eigenlijk met bodies. Een samenstellingsbestand bestaat niet in Fusion. Je kunt wel samenstelling maken, maar je hebt maar één bestandsoort. Ik zal straks zien dat je in Inventor heb je meerdere bestanden. Kun je uitkiezen. Hier heb je gewoon één bestand. En op deze manier kun je het opbouwen. Waar ik nu op drukte, de play-functie, dat je helemaal kan zien hoe heb je iets opgebouwd. Dat is vrij eenvoudig. Je kunt precies zien hoe je het gedaan hebt. Het voordeel daarvan is dat je het ook kan wijzigen. Als dingen je niet bevallen, kun je ze gewoon aanpassen. En die tijdlijn zie je onderin je beeldscherm lopen. Onderin het beeldscherm, waar je ook de play-knopje ziet, daar kun je op play drukken en dan zie je het hele model ontstaan. Nou, natuurlijk heb je ook een tekening. Wil je er een tekening van maken? Ja, dat is natuurlijk altijd mogelijk. Een traditionele tekening als dit is. Ja, die heb je gewoon nodig. En die is natuurlijk hetzelfde als jouw model. Ik vertelde jullie net dat het cloud-based was. Het enige nadeel daaraan is, als je iets wijzigt, is die tekening niet alle minuut aangepast. Hè? Deze schets, dat gaatje hoef ik niet te wijzigen. Ik wil het blokje wijzigen, dus ik kies voor de eerste schets. Edit de schets en dan zie je net als bij Inventor, je kunt terug naar je basisschets en je kunt die schets aanpassen. En je ziet dat het onderdeel gewijzigd wordt. Nou, natuurlijk is het onderdeel aangepast. Je ziet dat die wielen nog niet helemaal op positie zitten. Die heb ik anders geconstrueerd. Ik zou ze aan kunnen passen, maar nu laat ik het er even hierbij. Dus een schets, die vind je onder in de tijdlijn als je die wijzigt. In dit geval was hij 140. Kijk, je ziet echt wel overeenkomsten tussen Inventor en Fusion, maar ook weer grote verschillen. Het werkt ook op een of andere manier anders. Kijk, betekening aangepast. Nou, als je de maten bij wil hebben, natuurlijk is dat mogelijk. Hè? Dat in Inventor heb ik dat net niet laten zien, maar natuurlijk is dat mogelijk. Als je de maten erbij zet, ja. Het is vrij eenvoudig. Ja. Kijk, zo simpel als Fusion eruit ziet. Vergis je niet. Onder al die knoppen zitten enorm veel mogelijkheden. Dus de eenvoud die het uitstraalt, kan wel eens een beetje verwarrend zijn. Want het is vrij complex. Het grootste verschil, ik heb jullie net verteld, ik werk eigenlijk al jaren met beide softwarepakketten. En toch altijd maak je weer de afweging, hoe zou ik het nu gaan maken? Welk pakket, welk gereedschap gebruik ik? Nou, en de grootste verschillen zitten hem toch wel in de opbouw van iets. Ik heb vaak het idee dat het een illusie is dat je losse onderdelen maakt en dat je dan zegt van het past allemaal en op die manier maak ik mijn samenstelling. Vaak is dat toch niet helemaal het geval. En Fusion geeft je soms een wat makkelijker beeld om iets op te bouwen. Dus ik laat je even zien de verschillen. Van, stel je voor, je maakt dit onderdeeltje. Hoe ga je die opzetten? Hoe ga je samenstelling opzetten? Dat, bij Inventor maak je gebruik van parts. Dus je kan zeggen van, dit is het eerste onderdeeltje. Het onderdeel, een tussenstuk. Nou.
En bodies, dat is het verschil. Als je een body hebt, dit is een body en dit is dan fusion. Dat is een beetje ingewikkeld, maar ik laat je eerst de fusion methode zien. Als je in fusion werkt, dan heb je dus een onderdeel, als het ware. En dan ga je een tweede onderdeel op creëren. Dan kun je dat natuurlijk ook bij multi-body parts in Invento doen. Maar bij fusion is het heel gebruikelijk dat je het op deze manier doet. Kijk, ik maak dat als het ware dat zijstuk. Even kijken, orthografisch misschien wel handig. En je kunt gewoon het onderdeel maken zoals je denkt dat hij eruit ziet. Je ziet ook zodra je een gesloten vlak hebt, kleurt hij. Dit lijntje hoort daar niet, dus je moet even weghalen. Nou, de rest neem ik eigenlijk over met projects. Ik wil ditgene meenemen. Nogmaals, ik wil dus een tweede onderdeel creëren op een bestaand model. Ik heb hier een bestaand model en dan wil ik een zijschot erop maken. En dat kan ik op deze manier doen. Ik gebruik natuurlijk mijn constraints en ik vertel dat deze gelijk is aan die. Verder zet ik er nog wat maatjes bij. En dat kun je gewoon doen. Nou kan die nog zo bewegen. Dus ja, je zal toch even moeten vertellen hoe groot is hij. En dat doe je met de D van Dimension en je kunt gewoon de maten bijzetten. Dat is vrij eenvoudig. Kijk, het spannende hierin komt natuurlijk dat je een samenstelling, die loopkat, op deze manier op kan bouwen. Ja? Je begint met een onderdeel en je bouwt erop verder. Dat is heel gebruikelijk in Fusion. Ik maak hier even een hulplijntje van en nou kan ik hem als het ware extruderen. Dus dat je zegt van nou, ik extrudeer dat gebied dat ik net getekend heb. En ik geef het een bepaalde dikte. Nou krijgt hij dezelfde kleur en dat komt natuurlijk omdat hij op dit moment gejoined wordt. Nou, ik wil hem niet joinen, want als je hem joint, dan krijg je gewoon één onderdeel. Dan wordt dat één onderdeel. Dus ook bij Invento kan je zeggen, het is een nieuwe body. Maar hier moet het gewoon. Hè? Ja. Dus dan heb je een tweede onderdeel gekregen. Je ziet het ook in je browser. Hij heet nog body. En ik geef hem een naam. Ik kan hem een naam geven. Het tweede onderdeel, tussenstuk, zijstuk. Ik zou hem een kleur kunnen geven. En we gaan straks even de vraag beantwoorden hoor. Wat je opvalt en wat je denkt van ja, wat kan ik hier nou eigenlijk mee? Kijk, heb je twee onderdelen gemaakt. En moet je eens kijken, als je nou dat zijstuk nog een keer wil gebruiken, dan kun je heel eenvoudig een kopie van maken. Van die body. En je pakt je zegt wel, je creëert een kopie, want anders verschuif je hem. En nou, daar gaat hij al. Dan zeg je, nou, ik wil hem daar hebben. Op die afstand. En dan heb je het tweede onderdeel gemaakt. En je ziet dat het vrij eenvoudig te maken is. Dus op die manier kun je heel eenvoudig samenstellingen maken. Nou, je ziet het tussenstuk, zijstuk. En de schetsen zitten onderin natuurlijk. En wijzig je hem. Ik wil hem even laten zien van ja, je kan nog altijd natuurlijk zeggen van het onderdeel wil ik gewijzigd hebben. Nou, dan zie je dat het zijstuk zich ook aanpast. Natuurlijk past hij zich aan. We hebben een half uurtje tijd, dus dit is eigenlijk het verschil tussen opbouw van componenten tot samenstellingen. Dan nog iets over het werken in de cloud. Misschien heb je helemaal geen ervaring daarmee, maar onbewust krijg je al meer software die in de cloud werkt. En hier heb je gewoon geen keuze. Je moet in de cloud werken, want bij Fusion dan. Hè? Fusion is, daar werk je in de cloud. En hoe ziet dat eruit?
ook daarvan heb ik even een voorbeeldje gemaakt. Hè? Werken in de cloud. Nou. Kijk, je kunt dat klein maken als je wil. Kijk, werken in de cloud, je hoeft natuurlijk niet altijd in de cloud te werken. Want als je ergens bent waar geen internet is, dan kun je ook offline werken. Dus daar kun je gerust over zijn. Je hoeft niet altijd in de cloud te werken. Maar eigenlijk, je bestanden staan allemaal in de cloud. En wat is het voordeel van? Nou, je kunt hem in een webbrowser, kun je het hele project openen. En je kunt mensen deelgenoot maken van jouw project. En je kunt het hele overzicht van componenten die je gemaakt hebt in je project, dit heb ik gewoon in een webbrowser. En wat is het voordeel? Je kunt iemand uitnodigen. Nou, probeer ik mezelf uit te nodigen. Dat gaat een beetje moeilijk. Ik had iemand anders moeten doen. Maar wat je doet is, je hoeft alleen maar een e-mail, hè, invite, en je toetst een e-mailadres in. En diegene krijgt een linkje en die kan met jou meekijken. Hij hoeft niet eens zelf Fusion op zijn computer te hebben. Maar hij kan met je meekijken, hij kan je modellen bekijken. Ik zal je zo even laten zien wat hij te zien krijgt. Hij kan opmerkingen maken. Kijk, invitation fields, maar dat komt omdat ik mezelf probeer uit te nodigen. Een beetje knullig natuurlijk, ik had het even anders moeten doen. Maar dan nog, ik kan je het gewoon even laten zien van, wat ziet hij dan eigenlijk? Wat ziet zo iemand? Invite, ja. De content van deze... Nou, dan komt er nog iemand binnen, maar goed. Kijk, dit is hetgene wat hij dan ziet. Hè. Hij ziet die modellen, hij ziet je tekening. Hij ziet ook trouwens dat er een tekening in use is door mijzelf. Hè. Dus als iemand anders daar gaat kijken, dan ziet hij ook van, nou ja, die tekening is nog in bewerking. Hij kan opmerkingen maken. Nou, ik moet even kijken of ik deze browser nog beter kan laten zien. Ik had gedacht dat ik dat een beetje... uitgebreider had gedaan, maar nee, dat nou niet, maar misschien komt er straks nog even aan bod dat ik even kan laten zien van wat kun je daar nou eigenlijk allemaal doen. Dat is best veel. Nou, ja, misschien ook, okay, nou loopt hij hem verder. Ja, kijk, die viewer die ziet er als volgt uit. Dus als iemand met jou mee wil kijken, dan ziet hij vrij realistisch jouw model. Hè? Dit is, kun je dus openen zonder Fusion. Dit open je, ja, als het ware, in de webbrowser. Dus je kunt het onderdeel bekijken, je kunt een soort explode view maken, je kunt precies zien hoe die is opgebouwd. Dus dat is hartstikke interessant. Als je een grote machine hebt gebouwd, dan kun je er even... kijken welke onderdelen heb je daarvoor gebruikt. Je zou opmerkingen kunnen maken. Je kunt hem doorsnijden. Je kunt even een doorsnede maken van het geheel. Zodat je ook in de machine kan kijken. Dus dat kan je allemaal in je webbrowser doen. Dat is ja, super interessant. En dat is een vrij licht bestandje ook. Wat dan fijn is, gewoon dat iemand zijn opmerking kan maken. Dus voordat je iets hebt gemaakt, dan kun je al met communiceren. Kun je het laten zien. Nou, dit is mijn bedoeling, dit ga ik maken. En dan iemand anders die kan zeggen, ja, maar denk hierom, doe dat. Dus je kunt heel snel communiceren. En ook die wijzigingen doorvoeren in je product. En dit blijft altijd in je archief zitten. Je kunt naderhand altijd zeggen, ja, maar jij zei toen dit, ik moest dat veranderen. Nou, het laatste rubriekje die ik aan wil snijden zijn de cloud credits. Het is namelijk zo, als je de prijzen vergelijkt tussen Inventor en Fusion, dan zit er nogal een gat in. En dan denk je van ja, hoe kan Fusion zo goedkoop zijn terwijl je mogelijkheden genoeg hebt? Nou, ze werken ook met credits. En op dit moment kost zo'n credit niks, want die heb je genoeg. Dus, maar uiteindelijk zou je daar wel een verandering kunnen zien. Dus ik laat je even zien, wat is een credit en wanneer gebruik je credits? Kijk, onder het rubriekje, dit is Fusion dus, hè? Onder het rubriekje render bijvoorbeeld. Render zijn mooie plaatjes. Wil je een plaatje maken, dan kun je dat in je computer doen. Op je computer lokaal, maar je ziet dat heel lang gaat duren. Je kunt het ook in de cloud doen. Dus als je een afbeelding rendert in de cloud, dat betekent een mooi plaatje maken, dan kost je dat 2 credits. Op dit moment heb je gewoon meer dan genoeg credits, maar ik kan me voorstellen dat ze ooit iets daar gaan doen. Want de mogelijkheden binnen Fusion zijn enorm. Je kunt ontzettend veel zaken doen.
Ik zal je straks nog iets laten zien. Maar afbeeldingen maken, renderen. Nou, prima. Kost je credits. Wat kan je nog meer? Je kan animaties. Nou, dat wil ik nog niet laten zien. Je kan ook simulaties maken. Dat zijn sterkteberekeningen. Hè? Stress analysis. Nou, als je dat soort dingen gaat doen, dan heb je hetzelfde. Dat kost je in wezen weer credits. Dus als je... als je dat laat uitvoeren, dan zegt hij van ja, het kost je zoveel credits. En zoals ik al zei, je hebt op dit moment credits genoeg, maar heel misschien zouden ze daar toch controle op kunnen uitoefenen. Dat ze, kijk, die studies binnen Fusion, die zijn enorm. Je kunt heel veel verschillende soorten berekeningen laten maken, zeg ik. Dus je moet zelf wel de voorwaarden scheppen, maar je doet het in de clouds. En dan heb je een stress analysis. Hij berekent het. Hij rekent het voor je door en dan kost je wat cloud credits. Nou, ik doe dit nog even voor om daar even te laten zien van, nou, hoe werkt het ook alweer? Je moet even zeggen dat het ergens vast zit. En vervolgens, ik laat je even zien dat ik dat hij nu aan mijn vraag van, ja, het gaat je wel wat kosten. Hè? Nou, als je zegt van, ik heb daar een kracht, je moet even wat zaken regelen. Je moet een kracht plaatsen op dat vlak bijvoorbeeld. Nou, hoe groot zal die kracht zijn? Nou, maak hem eens 1000. Oké. Nou, ik heb hem vastgezet. Ik heb een kracht geplaatst. Ik heb het materiaal gedefinieerd. En dus als ik hem ga solven, oplossen, als het ware. Dan zegt hij tegen mij van ja, je kan dat wel doen. Maar het kost je 5 cloud credits. Hè? Zoals je ziet. Het kost je cloud credits. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Kijk in de Inventor nog even. Dit is dan Inventor. En bij Inventor heb je geen cloud credits. Dat zit gewoon in de software. Dus als je hier een sterkteberekening wil maken. Dan kun je dat hier direct doen. En dat werkt niet in de cloud. Dat werkt gewoon lokaal op je computer. En daar hoef je ook niks voor te betalen. Dat zit er gewoon in. En het gaat best wel snel. Maar nogmaals, het is ook beperkter. De Fusion, die heeft wat meer mogelijkheden. Nou. Dat zijn de onderdelen die ik jullie wel laat zien. Het is precies 11:30 geworden. Dus op zich, ik heb hem een half uurtje gehouden. Jullie mogen zeker je vragen stellen hoor. Maar kijk, ik had zelf nog even wat zaken op een rijtje gezet. En ik kan dit toelichten, deze opmerkingen die ik gemaakt heb. Wanneer je met grotere samenstellingen werkt, dus ja, ik heb het over 100 onderdelen, misschien meer dan 100, dan is Inventor toch wel het geschiktste pakket, omdat je anders toch een beetje het overzicht kwijtraakt. Dus ja. Een papieren tekening. Als dat je doel is uiteindelijk, gewoon een tekening maken, dan vind ik ook Inventor het meest geschikt. Dit zijn mijn persoonlijke ervaringen hoor. Dus als je hier commentaar op hebt of er anders over denkt, het kan best. Maar mijn ervaring is nog steeds dat op tekengebied Inventor iets uitgebreider is. Nou zie ik wel dat de stappen die Fusion maakt heel groot zijn. En dat ze heel snel stappen maken om dichterbij te komen. Kijk, dat heb ik net ook nog niet over gehad. Maar Fusion heeft geen versies. Die update zelf altijd. Het is cloud-based. Je hebt altijd de nieuwste versie. En dat kan soms een beetje lastig zijn. Want dan denk je, ja, wat voor knoppen heb ik nu weer? Het werkt weer anders. Maar je hebt altijd de nieuwste versie. Dus... wat ik vandaag niet werkte, kan morgen wel werken. Hè? Dus daar zit ontwikkeling in. Maar op dit moment is een papieren tekening, werkt nog in Inventor beter. Als je het nu hebt over framen, en een frame dus in een constructie gebouwd uit standaard profielen, en je maakt gebruik van bibliotheken, verbouwten en moeren en dat soort zaken, dan is Inventor meest geschikt. Want Inventor heeft een content center en die heeft Fusion. Ik zeg niet nog, ja, nog, maar ik weet niet of het erin komt. Het zit er op dit moment niet in. Het werkt niet. Dus op dit moment zou ik voor, als je veel met framen werkt, veel met bibliotheekonderdelen, zou ik Inventor gebruiken. Nou, wanneer moet je dan Fusion gebruiken? Nou, als je niet intensief gebruik gemaakt wordt van CATS, dus zo af en toe eens, niet dagelijks misschien, dan het is namelijk
ja, het is veel goedkoper. Dus je hoeft niet een zwaar softwarepakket aan te schaffen. Wat ook bijzonder is, het is voor Apple gebruikers. Fusion is ontwikkeld voor Macintosh Apple gebruikers. En dat is het eerste CAD-pakket dat ik ken dat geschreven is voor Apple gebruikers. En als je mooie afbeeldingen wil maken, realistische afbeeldingen, dan kun je in de cloud renderen en samenwerken. Nou, voorkeur als je moderne software wil gebruiken, dan is Fusion het meest gebruikersvriendelijker. Of tenminste het meest geschikt. Het is wel gebruikersvriendelijk, maar ja. Fusion geeft je ook heel veel mogelijkheden. Men had vroeger gedacht van, ja, bij Autodesk dachten ze van, iedereen leert zichzelf al aan, maar dat valt toch een beetje tegen. Het heeft toch, je hebt toch wat kennis nodig. Ik merk het gewoon. Je moet even op weg geholpen worden. En dan wijzigt het zich vanzelf. Conclusies. Even kijken hoor, nog meer. Voor middelgrote ondernemingen, kijk, ja. Ja, ik heb het idee dat je voor een grote onderneming gewoon Inventor aan moet schaffen. En eenmansbedrijven, ik zie ook wel bedrijven een beetje groter natuurlijk, met een paar personen, werkt Fusion prima. Kijk, de werkwijze van Inventor is heel duidelijk, is heel structureel. Zo moet het en zo moet je doen. En dat geeft ook een stuk rust en duidelijkheid. Bij Fusion heb je toch meer het idee, ja, het kan linksom, het kan rechtsom. Je hebt wat meer vrijheden en dat geeft misschien ook direct even wat problemen. Maar aan de andere kant, als je daar goed mee overweg kan, prima. Dus dit zijn een beetje mijn bevindingen, mijn conclusies. Ja, kijk, wat we natuurlijk heel graag doen is jullie op weg helpen met Inventor of met Fusion. En dat kunnen we heel goed doen. Kijk, het verschil is, ik zal je vertellen, de Inventor trainingen, dat zijn 4 dagen. Dat staat ook in verhouding met de prijs die je voor de CAD software betaalt. Bij Fusion doen we het in 2 dagen. Niet dat we dan alles kunnen behandelen, zeker niet. Maar een beginsituatie is er wel. En ik zie ook wel dat mensen zich ook al redden nadien. Dus dat is wat wij kunnen doen voor jullie. Ik wil hierbij het geheel afsluiten. Als het hierbij blijft, dan je kunt ten alle tijde met vragen of de e-mail bij me komen. Maar dan kan ik het hierbij afsluiten. Hè? Stel uw vraag in de chat. Nou, e-mailadres achter. Dat lijkt me allemaal duidelijk, toch? Dit was het. Ik beëindig de sessie.